Twee Leidse projecten zijn genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Zo'n appeltje wordt jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die verschillende groepen mensen verbinden. Dit jaar is het thema mentale kracht. Een van de genomineerde Leidse projecten is Stemmen Horen van Zelfregiecentrum Leiden. Het Zelfregiecentrum is gewoon een laagdrempelige open koffie inloop. Kom gezellig een bakje doen en als je zelf een idee hebt, ook als bezoeker, klop maar aan en dan gaan we kijken wat we kunnen doen. En het steunpunt Stemmen Horen is een project daarvan. En dat is echt een peer support groep, maar ook informatievoorziening voor mensen die daar belangstelling voor hebben, voor naasten en voor stemhoorders zelf natuurlijk. Wij proberen het fenomeen stemhoren echt los te koppelen van specifieke diagnose. Er wordt eigenlijk meteen gedacht aan mensen zijn psychotisch en schizofreen en gevaarlijk en daar moeten pillen in. En nee, alsjeblieft. Ik heb alleen stemmen in mijn hoofd, meer niet. De nominatie is eerst leuke naamsbekendheid. Daar zijn we sowieso al heel blij mee. En eventueel mochten we winnen, dan zou die prijs kunnen betekenen dat we ons voorlichtingstoneelstuk veel beter landelijk uit kunnen rollen. Want we hebben er ook een film van gemaakt en die gebruiken we echt als kapstok om een voorlichting aan op te hangen. Het tweede genomineerde Leidse project is het Lotgenotencafé van Stichting Lumen aan de Hooigracht. En het is een heel laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische aandoeningen, psychosociale problemen, verslavingsproblematiek. En mensen kunnen met elkaar in gesprek over persoonlijk en maatschappelijk herstel, dingen uitwisselen en sociale contacten weer eigenlijk opdoen. Ik werkte bij Stichting Lumen al als vrijwilliger. Toen ik een hele grote psychische terugval kreeg. En toen heb ik ook het Lotgenotencafé ontdekt. Het was een van de eerste plekken waar ik echt helemaal mezelf kon zijn. En dat was echt heel erg waardevol. Maar ook dat je kunt optrekken aan andere bezoekers, maar ook aan andere vrijwilligers door gewoon gesprekken die je hebt. En inmiddels heeft dat erin geresulteerd dat ik zelf als vrijwilliger aan de slag ben gegaan. En dat ik een opleiding tot secretaresse volg. HBO. En daar ben ik heel trots op. We zien dat het heel belangrijk voor mensen is. We hebben nu het Lotgenotencafé in Leiden. En als we zouden winnen, zouden we het prijzengeld kunnen gebruiken om het Lotgenotencafé op meerdere plekken in de regio te kunnen aanbieden, zodat we dichter bij mensen zijn, meer mensen kunnen bereiken. Beide projecten nemen het op tegen 38 andere projecten. Het project met de meeste publiekstemmen wint €15.000 en een beeldje gemaakt door prinses Beatrix. Stemmen kan tot en met 20 januari op www.appeltjevanoranje.nl.